En ze hebben scènes. En ze doen het lichaam en ze vinden het geweldig. Oké, dus dan komen we binnen. Mm-hmm. Ik zou niet weten welke deur, maar volgens mij die ene deur die toen ook de hele tijd open stond. Ja. Nou, dan begin jij met nee, pas op. Ja, precies. En wat gebeurt er dan? Luan Bellinga, zeg ja, je. Maar er gebeurt dan iets. Dus, maar het is al te laat. Een knal en rookontwikkeling. Dus ik denk dat ze iets met rookmachine. Rookmachine, ja, is ontstoken. En direct volgt er een enorme knal met een rookontwikkeling. Oké, dan begin jij Luan Bellinga. En toen kom ik. En ik zeg, ik dacht dat hij nog niet werkte. Nee, ik dacht dat hij niet werkte. Want ja, ik dacht dat was een hele oude kanon. Ja. Geen paniek hoor. Gelukkig zat er niemand in. Ik bedoel, die zou door de hele tent gevlogen zijn.